Thank you.
Joran van Broes, welkom. Hallo. Simon Binon, jij bent de ancien in het gezelschap. En jongens, ik denk, wij staan ver genoeg van elkaar. Als je wil, kunnen we letterlijk de maskers laten vallen. Ja. Joran, jij bent het jongste lid, of het laatst bijgekomen lid bij de Young Stars. Hoe heb je ze gevonden of zijn ze jou komen vinden? Eigenlijk zijn ze mij eerder komen vinden, want ik ben via Simon bijvoorbeeld en Jappe en Rob eigenlijk gevraagd om auditie te komen doen en om mee te komen spelen. Maar tenslotte heb jij je dan gepresenteerd bij de auditie. Ja. En waarom wou je zo graag bij die Young Stars horen? Vooral voor de kamermuziek, die ik heel interessant vond, omdat dat een hoger niveau is en dat ze interessanter met ook een rare, niet gewone, niet zo'n normale bezetting, vond ik ook wel leuk om dan daarbij te spelen. En ook de extra lessen die erbij komen, die zijn heel interessant en met hele goede muzikanten, dus leerzaam. Als je zo graag wil meedoen, dan heb je ook verwachtingen. Je hoopt daar iets mee te maken of te beleven. Wat is dat voor jou? Ik hoop vooral eigenlijk dat ik hier nog een stapje hoger kan zetten en dat ik hier extra bij leer en dat ze mij eigenlijk mooi mijn pad eigenlijk mee in de juiste richting duwen en dat ze mij daar mee in trekken en mee in steunen in die goede richting uit. Ja. Het pad van een muzikant, Simon, is dat iets moeilijks om zelf te voelen? Ja, ik denk dat het ook afhangt van hoe dat je zelf bent als persoon. En ja, ik denk dat ook iedereen dat voor zichzelf bepaalt. En ja, dat je daar wel alle hulp mee kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij solistie. Daar word je ook mee geholpen en dan nu uitgelegd wat voor kanten dat je pad kan opgaan en hoe dat het eruit ziet dan. Jij hebt er nu al 2 jaar op zitten, ook wel een hele tijd onder het coronaregime. Maar kan je toch eens daarover vertellen? Wat heeft jou dat nu al als jonge muzikant gebracht om een Young Star te zijn? Een meer uitgebreidere kennis ook. Ik heb vroeger altijd in fanfares en een brassband gespeeld. Maar om zo de symfonische wereld een beetje te verkennen, wordt dat wel een beetje voorgesteld door die solisten ook. En je bedoelt dat je repertoire breder wordt? Ja, en dat, ik vind dat goed dat als je veelzijdiger bent en dat kan ook wel je passie een beetje voor de muziek wel een beetje bijschaven. Ja. Wat er nu gebeurt bij de Young Stars, in hoeverre verschilt dat van wat de academie, het DKO, te bieden heeft? In DKO volg ik eigenlijk les bij mijn papa. Dus dat is misschien wel een beetje anders dan andere leerlingen die bij een iets wat normalere leerkrachten volgen. Maar hier, het is niet dat het slechter is of zo, dat zeker niet. Maar bij de Young Stars, als je les krijgt van Simon van Hoeken, dat is iets compleet anders. Die leert u echt wel iets anders kennen van uw instrument en die leert u ook op een andere manier naar kijken, een andere visie. En ja, daar word je een betere en een andere muzikant van, maar dan in een positieve zin. Is het ernstiger? Ja, dat kun je wel zeggen. Allee, het is niet dat er niet gelachen wordt of zo. Maar, ik dacht het, met jou in de klas wordt er waarschijnlijk ook nog wel gelachen. Ja. Wat wel opvalt, jongens, dat is bijna geen meisjes bij die Young Stars. Dat is wel fijn. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. En missen jullie ze? Weet je dat? Ja, er is onlangs wel een meisje auditie gedaan en die is er ook bij geraakt. Ja. Ik weet niet of er nog auditie hebben gedaan en dat misschien niet zo nodig. Maar... Joran, hoe is het vandaag, zo'n opnamedag? Raar. Ja. Raar, hè? Het is ook zo de eerste professionele opname dat ik eigenlijk maak in mijn carrière als trombonist, dus dat is ook nieuw voor mij. Ja. En ik zit hier nu ook al heel de dag een beetje te wachten en daar juist wel met heel de groepen. Dus het is... Maar dat vertel je later nog aan jouw kleinkinderen. Ja, als ik ze krijg. Simon, we gaan jou nog horen in een stuk met een veelbelovende titel, Stunt Rider. Dat klinkt alsof je halsbrekende toeren uithaalt. Een stuk van Bart Coppé, waar je hard aan gewerkt hebt. Ja, dat kun je wel zeggen. Vertel eens, wat horen we daarin? Er zijn 3 delen en het eerste deel is... een beetje een uitgeschreven improvisatie, waar dat je je eigen draai aan kunt geven en dat iedereen die het speelt het eigenlijk even uniek doet klinken.
Maar dat vooral de eigen interpretatie het stuk eigenlijk maakt zoals het hoort te zijn. Dat de schrijver niet iets heeft van zo moet het klinken, zo wil ik het. Maar dat hij de keuze meer bij de, ja, bij de leraar of bij de muzikant laat. We horen dus een signatuur van Simon Pino. Ja, in combinatie met die van Simon van Oeken en Chris Wino. Ja. Mag ik je heel veel succes wensen, Simon. Dank en ook Joran bij alles wat jullie doen.
Thank you.